Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Two Women. En vandaag is het tijd voor de Two Women's Favorites van de maand juni. Juli dus. We beginnen met deze. Dit is namelijk altijd heel handig. Dit is van Dr. Jetske Ulte onder de categorie Beauty. Jawel. De Suncare SPF 30. En het is gewoon een zonnebrand die je eigenlijk gewoon over je dagcreme heen doet. Ja, ik vind het ideaal eigenlijk. En het is net wat meer hè, dan SPF 15 in standaard dagcremes. En het is gewoon echt, je weet dat het een goed product is. Want ze maakt gewoon hele goede producten. Heel goed onderbouwd met laatste wetenschap en veilig en zo. Met goede, veilige zonnefilters. Want heel veel zonnefilters zijn toch een beetje discutabel qua veiligheid. Zeg maar omdat het in je bloedbaan kan komen bijvoorbeeld. Omdat de nanotechnologie wordt gebruikt zo. Hè? Maar deze heeft dus goede veilige filters. Dat is een wetenschappelijk praatje. Ja, ik vind het ook wel fijn. Hij smeert heel lekker uit. Ja, dat vind ik ook. Hij dus zich, geen vervelende basis voor onder je make-up. Nee, alleen volgens mij is het niet heel goedkoop. Nee, wel. €40 voor een flesje. Zo, dat is inderdaad echt mega veel inderdaad. Ja, en er zit in 50 milliliter. Dus op zich, nou ja. Ja, als je elke dag trouw smeert, doe je daar niet lang mee. Nee. Maar ja, je zou kunnen zeggen, hè, het is uiteindelijk goedkoper dan plastische chirurgie en botox. Oh, aangezien 90% van de rimpels van de zon komt, zeggen ze, is het eigenlijk best goedkoop. Dat is niet heel duur. Tadaa! De nieuwe favoriet van de maand is natuurlijk de Burberry Clifton tas. Ja. Tine kocht hem in blauw en ik kocht hem in geel. Ja, fijn tasje. Hij is net wat kleiner dan de Lily, groter dan de mini Lily. Ja. Ja, dat past gewoon net genoeg in. Ik vind hem gewoon leuk. Er past zelfs een vlogcamera in, maar dat gaan we nog wel laten zien in een What's in My Bag. Wat ik zelf het allerleukste vind, is ook gewoon de combinatie van de ketting en het leer, zeg maar. Dat maakt hem dan, vind ik, extra stoer dat dat zo op je schouder nog zo zit. Nu we toch in fashion zitten, hebben we daar ook nog een paar favorieten. Ik heb twee jurken. Ik vind het gewoon ontzettend handig tijdens mijn zwangerschap. Ik denk dat mijn favoriet van de kleding die ik uit mocht zoeken bij Noppies van Supermom is. Dit is een lege groene jurk. Heb ik ook al een to-wear artikel meegemaakt op Two Women. Je ziet het hier op de foto. Ja, ideaal, makkelijk, staat leuk. En in diezelfde variant heb ik ook een jurk van Tommy Hilfiger. Ik heb laatst met Willemijn gekocht in Amsterdam. En ook die vind ik heel leuk. Ja, trek je zo aan. Weet je, simpel. Je bent klaar. Nou, ja, lekker is dat, hè? En je buik komt er goed in uit. Wat wil je nog meer? Ja, simpel. En ik heb als favoriet deze Sasha hakken. Nee, ik ga ze niet aan laten zien op video, want ik haat voeten in beeld. Dus ik laat hem gewoon even zo zien. Het is een oranje schoen met een bandje hier en bandjes om de enkel. Gouden gesper aan. Ik heb heel veel vragen gekregen waar die van is. Omdat ik hem droeg op social media onder andere. Hij is dus van de Sasha, maar hij is wel al ruim een jaar oud. Dus hij is helaas niet meer te koop. Maar sorry, ik vind hem echt zo mooi. En hij loopt heel erg lekker. Kun je ook zien aan de stof. Hij is bij de tenen is de stof al behoorlijk ingesleten. Ja. Ja, het is gewoon echt een hele fijne hak. Omdat hij wat dikker is. En dat loopt gewoon lekker. Ja, dat zal ik nog meer van zeggen. En ik ben afgelopen maand ook met Renate naar Ludovico Einaudi geweest. Ja, dat was echt, moet je er wel zeggen. Het was ontzettend mooi. Het was echt een hele ervaring aan zich. En ook wat over geschreven op Two Women nog. En ik ben die man alleen nog maar meer gaan waarderen. En die muziek is eigenlijk gewoon nog mooier nu je het echt gewoon gezien hebt. En ja, het is gewoon bijna echt heel meditatief om 2 uur zo lang op je stoel te zitten en te denken, wauw. Dus het concert van Ludovico Einaudi staat zeker in het favoriete lijstje. En ik hoorde laatst op de radio, toen dacht ik nog, waar blijven die zomerhits nou van vroeger? Die echt wekenlang op nummer 1 stonden. En grappig genoeg hoorde ik op de radio de nieuwe Dance Smash bij 538. En dat was dus het nummer van onder andere Jody Bernal. Ja, echt waar, die van Cassie kennen. Toen ik dat echt hoorde, dacht ik echt, Jody? Maar hij heeft, zeg maar, het is niet alleen Jody Bernal, hij featured, zeg maar, op dat nummer. Het is volgens mij van, dat durf ik niet te zeggen. The Boy Next Door zie ik hier. The Boy Next Door. Nou, die ken ik niet. Ja, ik ook niet. Fresh Coast. Het is dat ik Jody Bernal ken, maar de rest ken ik niet. Maar het nummer heet La Collegiala. Ergens op mijn beste Spaans dat ik niet heb. In ieder geval, je ziet hem in het artikel, zal ik hem even erbij linken. Maar het is in ieder geval echt een heel erg goed nummer. Dus ik vind dat Jody Bernal dat ontzettend goed gepresteerd heeft. Helemaal los als je hem hoort. Mm-hmm. Ik heb nog 2 foodfavorieten deze maand, waaronder 2 kookboeken. Het eerste is het boek All Day Bowls van Denise Kortlever. Ik heb hier in de Two Women's Favorites van ergens begin dit jaar al wat over verteld. Namelijk de kikkererwtenstoof die hierin zat. Die vond ik heel erg lekker. En nu heb ik haar boek gekregen. En het is echt zo'n mooi, leuk boek met heel veel lekkere dingen. Echt prachtige foto's staan erin. Had je dat boek niet? Nee, ik had het niet. Ik had het van Martina, een vriendin van me, had ik een foto gekregen van dat recept. En zei ze, oh, dat lijkt me lekker. En toen ben ik hem eens gaan maken. En zo kende ik het.
Maar er staan echt prachtige... ik laat u onder het shot zien van recepten. En het is vooral... Als ik dit zie, krijg ik echt trek. Ja, die kikkerstoof heb ik ooit geproefd in de lunch hier in Huizen van Lochem. Dat was zeker... Ja, was lekker, hè? Was een goeie. Ja. Dus dat boek, favoriet. En deze maand kreeg ik ook opgestuurd Vegan for Friends. Nou zou je denken, Willemijn, ben je vegan geworden? Nou, dat niet helemaal. Maar ik vind het wel heel leuk om vegetarisch te koken. Zoals je weet, als je me artikelen lezen op The Women, probeer ik dit jaar van zeg maar 5 keer per week vlees naar 2 keer per week vlees te gaan. Dus ik wil, ik probeer veel inspiratie op te doen om vegetarisch te eten. En ik heb gemerkt dat het dan helemaal niet zo'n hele grote stap is om een gerecht dan ook nog eens vegan te maken. Want je kan bijvoorbeeld, als een gerecht met kaas is, dan vind ik het heel moeilijk. Bijvoorbeeld lasagne, om die vegan te maken, dat zou ik niet zo snel doen. Maar soms is het echt best wel makkelijk om een gerecht wel helemaal plantaardig te maken. Je hebt ook nepkaas, hè? Ja, precies. Van die notenkaas. Je hebt geen idee hoe dat lekker is met lasagne. Nou, daar ben ik nog niet helemaal aan toe in mijn vegan revolutie. Maar ik probeer wel gewoon steeds meer bewust te zijn van hoeveel plantaardige dingen ik kook. Dit is dus een heel leuk boek. Dit is geschreven door Alexander. Hij is Engels, maar hij woont in Nederland. Hij is niet Engels, hij spreekt Engels. Oh. En bijvoorbeeld, hij heeft dan... hij is vegan geworden. En hij kookt dan in dit boek voor allerlei verschillende groepen mensen. En de filosofie achter het boek is dat hij... dat je voor niet-vegans kookt. Om hen te laten zien hoe lekker je kan koken. En dat het vegan is. Ja. Dus hij heeft hier dan bijvoorbeeld koken met mijn vrienden. Heeft party food heeft hij dan. Of koken voor mijn moedertje uit Rusland. De Russische keuken. Dus dat is dat buruch wat je net zag. Dat is een Russisch gerecht. Buruchashi of zo. Ja. Of bijvoorbeeld koken... wat was het nou? Voor de vrede. Zijn familie komt uit Israël. En dan kookt hij dus allemaal Israëlische gerechten. Of bijvoorbeeld koken voor kinderen. Hij had een werkgever voor wie hij moest koken. En die kinderen waren heel kritisch met eten. Nou, daar allemaal lekker gerecht voor. Er zijn heel veel verschillende soorten recepten. Wat een grappige insteek. Hele leuke insteek. Ja. Mocht je een review willen zien van dit kookboek of van deze of van allebei, dan review ik ze zo gewoon samen. Let me know, dan ga ik dat even posten. Het laatste is entertainment. En jawel, dat geloof je nooit. Dit is een spelletje. Regenwormen. Die had ik al een hele tijd geleden gekocht om eens te kijken van, goh, is dat leuk voor Two Women om een paar spellen te kopen. En denk ik, wat is nou leuk? Nou, ten eerste, toen Jorik, Renate en ik dit deden, hadden we de gebruiksverwijzing erbij. En we snapten er eigenlijk geen drol van. We dachten, dit kan nooit, het duurt veel te lang, we doen iets meer. Ze wisten niet wat. Dus helaas zou ik met Renate een spelletje gaan doen, Triominos. En toen was ik Triominos kwijt. Zei ik, dan moeten we toch regenwormen gaan doen. En toen zocht Renate op YouTube op hoe het nou per se moest. Dat was ook een gebruiksaanwijzing. Maar dat vond ik dus, zeg maar, een totaal andere gebruiksaanwijzing dan de geschreven die erbij zat. Dus mijn advies is, als je net als wij echt een beetje lomp bent en je haalt het niet uit de gebruiksaanwijzing zelf, de papieren gebruiksaanwijzing, check op YouTube even een video van regenwormen. Dan snap je tenminste wel hoe het werkt. En eigenlijk is het helemaal geen moeilijk spel, maar het staat zo moeilijk uitgelegd. Het lijkt een Rummikub met die steentjes. Nee, dat is het niet. Het gaat ook niet uitleggen trouwens, want het duurt me te lang. Maar regenwormen is wel echt... Ja, wij zijn wel fan geworden maar, nu van regen. Maar wat is het doel? Zoveel mogelijk wormen verzamelen. Oké, precies. Ja. Door te dobbelen. Ja. En je kan ze ook van elkaar afpakken als je echt heel erg flauw bent. Dus dat gebeurt ook regelmatig. Het is een beetje, vooral heel veel geluk hebben met dobbelen en een klein beetje tactiek en een beetje pesten zo nu en dan. Leuk. Maar hij was wel echt, hij is wel echt heel lachbaar. Kan dat ook met 2 personen? De 2 tot 7 personen. Ja, en de laatste, ik zou zeggen, die moeten jullie echt allemaal kijken. Ik zei tegen Jorik van, weet je nog een goede film? En dan bedoel ik meestal een film waarbij je echt op een van je stoel zit en waarbij je het einde hebt van, Jezus. Wat een goed verhaal of zo. Je dacht van, wat is dit goed in elkaar gezet? Nou, heerlijk zo'n vent. Want Jorik kijkt heel veel Netflix. En die zei, Contra Tiempo. Kijk ook even in de lijst op YouTube. Kijk, het is een Spaanse film. Kijk even in de lijst hoe het geschreven is. Dus het is ook echt Spaanstalig? Ja, maar het is wel met Nederlandse omtiteling. Ja, nee, dat gelukkig. Ja. Maar ik vind dat geeft de film ook wel extra leuk, vind ik. Is het een extraatje? Ja, ik vind dat wel spannend klinken of zo. Dus Contra Tiempo, ik ga er niks over zeggen. En ook als je hem gezien hebt, geef geen spoilers in de reacties. Maar wat maar, goed is het actie? Vertel. Nee, het is drama. Het is thriller. Nou, een beetje een licht thriller drama, zeg maar. Ja. In het kort gezegd, het gaat gewoon over een zakenman. Wiens vriendin, dus hij is getrouwd, maar zijn vriendin wordt vermoord. Oké, zijn minnares, zeg maar. Zijn minnares, ja. En dat verhaal wordt eigenlijk van een aantal kanten belicht. Vanuit zijn oogpunt, vanuit de minnares haar oogpunt. En vanuit de advocaat die in de arm genomen heeft. Het oogpunt. Aha. En dat maakt het verhaal zo bizar dat je denkt van, hoe zou het nou gegaan zijn? Nou ja, tot daar zou ik het laten. Maar
Wow, ik voel het vooral echt... Oké, ik heb nu al zin om hem te kijken. Hij is echt supergoed, dus like deze video als je de film gekeken hebt en je vond hem net zo goed als dat ik hem vond. En dan is zijn dan dit is het. Komen. Ja, een paar favorieten deze maand. Gewoon lekker duidelijk de waarheid. Echt, kijk die film laten weten wat je ervan vond. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vond. Maar geen spoilers dan geven, want dan... Nee, geen spoilers. Zeg gewoon inderdaad rete goed of ik vond het helemaal niks. Maar één van die twee en dan... Ik ben heel benieuwd geworden. Ik ga hem ook kijken. Misschien laat ik volgende maand dan weten wat ik ervan vond. Oh ja, ja, dat vind ik wel een goeie. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Dit waren alle onze favorieten. Vergeet te abonneren op Two Women, want het is gratis. En je kan hier natuurlijk ook een leuke video aanklikken die je nog niet gezien hebt misschien. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!